Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een van de meest belachelijke video's die ik ooit heb gemaakt. Jullie hebben natuurlijk allemaal al de titel hierboven gezien. Ik heb gewoon serieus een wasmachine gekocht. Dit is de voorkant voor mijn beauty blender. En je kunt er ook je kwasten mee schoonmaken. Dit is echt hilarisch. Dit is letterlijk gewoon een mini wasmachine. Gewoon een officiële wasmachine, maar dan in het klein. Ik heb hem van de AliExpress. Hij was iets van de rond de 6 euro, dus heel goedkoop. Dit is volgens mij gewoon voor kinderen. I think. Maar hiermee kun je dus kennelijk oprecht gewoon je beauty blender schoonmaken. Gewoon erin doen en alles. Er staat ook echt een afbeelding van een beauty blender en al die shizzle. Dus ik had al een aantal video's gezien waarin mensen dit hebben getest. En ik dacht, ik ga dit ook doen. Ik heb er nog geen eentje gezien in Nederland. Dus here am I. Ik ben echt super benieuwd. Oh my god, I cannot wait. En ja, wat valt er nog meer over te vertellen? Laten we gewoon snel beginnen. Oké, mensen. Zo ziet hij er dan uit van iets meer close-up. Hier voorop staat washer. Hier bovenop staat zogenaamd de tijd. 38 minuten en 8 seconden. Hier is on-off. En dit is dan echt het knopje om hem aan en uit te doen. En je kunt hem gewoon zo openmaken. En dit is dan de binnenkant. En hier is dan het slangetje, de zogenaamde afvoer. Ik heb hem gisteren binnen gehad. Ik heb hem vrij snel binnen gehad. Echt binnen een week of zo. Dat is wel fijn. Je moest wel hier onderin batterijen nog in doen. Je moet twee AA batterijen erin doen. En je moet een hele kleine schroevendraaier hebben. Want deze moet je open schroeven en dan erin doen. En toen ging hij gewoon aan. Nou is hij aan. Hij draait zo. Kijk, binnenin gaat dan dit ding draaien. En ja, echt hilarisch. En dit ding is dan om het water af te voeren. Want je moet er water in doen, zeep in doen en dan je spons en zo in doen. En dan hiermee kun je dan daarna het water zo afvoeren, zogenaamd. Superleuk. Dus ja, toen ik dit zag in video's, ik dacht echt, oh mijn god, ik ga naar de AliExpress. Ik ga die meteen halen. Ik zag dat mensen hem kochten bij eBay en dat soort online shops. Ik weet niet of er echt een online merk of winkel is die echt dit soort apparaten echt verkoopt of zo. Maar ik ben gewoon naar AliExpress gegaan. Heb opgezocht op Beauty Blender wasmachine. En toen kwamen er een aantal van deze geweldige wasmachines naar voren. Ik ben benieuwd of hij gaat werken, want je hebt een aantal varianten ervan. En ja, ik ben echt benieuwd, dus laten we hem gewoon gaan proberen. We gaan nou even verhuizen naar beneden. Oké, mensen, we zijn er overgeschakeld naar de keuken. En ik ga dus hier even deze wasmachine proberen. Oké, nou hier is dan de wasmachine. Ik vind het zo grappig om dit gewoon oprecht een wasmachine te noemen. Maar het is wat het is. Ik heb hier Dreft, of ja, soort van goedkope versie van Dreft. Ik was mijn kwasten en sponsen altijd gewoon met afwasmiddel. Dus dat heb ik nou ook gewoon bij. Ik heb hier mijn spons. Die heb ik vandaag gebruikt. Is helemaal vies. Helemaal poeder, foundation, concealer. Echt all over the place. Ik heb hier wat grote kwasten van mijn kwasten set die ik heb gepakt. De poederkwast en de highlighter kwast. En ik heb twee kleine kwasten om te zien wat hij met die doet. Ik heb hier de grote fluffy kwast en de platte kwast. Dus ik ben echt benieuwd. Ik ga gewoon een beetje water erin doen. Ik weet niet echt hoeveel ik erin moet doen. Oh shit, misschien... Nee, wacht. Ik had het eerste afwasmiddel erin moeten doen. Oké, ik doe gewoon een beetje afwasmiddel. Ik weet niet echt hoeveel, maar het zal wel. Ik doe hem gewoon helemaal vol. Nou, mensen, nou is hij helemaal vol. En dan doe ik gewoon mijn spons erin. Shit, hij is denk ik iets te vol. Oké, whatever. Dicht. Oké, hij is nou aan. Oh mijn god, hij lekt. Oké, mensen, hij lekt. Er gebeurt niet echt heel veel. Oh mijn god, hij lekt helemaal. Ik heb hem er andersom in gedaan en nou draait hij wel echt mee. Oké, ik ga hem gewoon even zo erin laten voor een minuut of zo. Het is by the way niet de bedoeling dat hij lekt, want bij anderen lekte hij niet. Want dit ding moet het gewoon opvangen, maar misschien heb ik te veel erin gedaan of zo. Even een beetje opruimen. Oh mijn god, mensen, ik ben zo aan mijn gol. Hij lekt helemaal niet. Hij lekte omdat ik hem zo vasthield en toen viel al het water hier zo uit. Ik ben zo aan mijn gol. In ieder geval, hij lekt niet. Hij is gewoon goed. Ik heb hem nou iets meer dan een minuut erin gelaten. Laten we eens kijken.
Hij is echt helemaal nat. Oké, alle zeep zit er echt nog helemaal in. Wat de hel, hij is nog wel gewoon echt vies. Oké. Kijk, hier is hij soortig van schoon. Maar hier allemaal niet. Ik ga hem gewoon weer erin doen. Misschien als ik hem er nou anders in doe of zo. Oké, nou ga ik hem weer eruit halen. Oeh, hij is zo nat. Er komt wel echt make-up van af. Als ik hem zo uit knijp. Hij maakt het een beetje... Nou, op zich is hij best wel schoon. Ja, hier niet echt. Maar alle zeep zit er wel echt helemaal in nog en zo. Maar ik moet zeggen dat hij hem wel echt oprecht een beetje schoonmaakt. Je moet hem alleen wel echt heel lang erin laten. En je moet hem alsnog zo opnieuw wassen. Want ja, alle zeep blijft erin. Nou, vind ik het echt waard? Nee, niet echt. Want je moet hem echt super lang erin doen. En hij maakt hem niet super, super schoon. Maar ja, wel een beetje. Dus op zich is dat meer dan ik had verwacht. Oké, dan ga ik hem nou schoonmaken. Oké, nou als je dit eruit haalt zo, dan komt al het water eruit. Alsof hij aan het plassen is. Ik ga stuk. Maar ain't nobody got time for this. Dus ik doe gewoon zo. En dan ga ik mijn kwasten schoonmaken. Tenminste, proberen. Ik begin met deze kwast. Oh, maar goed, straks maak je de hele kwast stuk. Oh my god. Ik doe ook nog die erbij. Oh nee, dat gaat niet. Wacht, ik doe nou die andere dan. Allebei. Oké, nee, allebei wordt het niet. Oké, nou, ze zijn allebei helemaal onder de zeep ook weer. Ik zie nog wel een klein beetje product, maar in principe is hij wel schoonachtig. Even weer onder normaal water houden. Oké, dan de twee kleintjes. Oké, dat is wel weer genoeg. Hij is oprecht wel schoon. Maar ik moet wel zeggen dat dit wel heel makkelijk is om schoon te maken. Want het is gewoon oogschaduw. En ja, dat gaat er gewoon makkelijk van af. Nou mensen, wat vind ik van dit ding? Ik vind het echt hilarisch. Ik vind het super cute. Als ik een kind had gehad, dan had ik dit ding zeker gehaald voor haar. Want het is super cute voor kinderen. Kunnen ze doen alsof ze een wasmachine hebben. Maar echt voor de kwast en de spons. Het maakt wel een beetje schoon, maar het is echt heel minimaal. De spons moet er ook echt heel lang in. Ik kan niet geloven dat ik hier gewoon een serieus review aan het geven ben over dit apparaat. En je moet het daarna alsnog nog onder de kraan houden. Dus in principe is het niet de effort waard, maar ik vond het wel heel leuk om te doen en te kijken wat hij nou echt doet. Ik ga verder dit apparaat aan mijn nichtje geven, zodat zij ermee kan spelen. Doei! Nou mensen, dit was het dan. Einde van deze top amusement, top niveau video. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik hoop dat jullie ook weer hebben genoten van de video. Vond je de video leuk? Vergeet natuurlijk weer niet te liken en te abonneren. Abonneren kan hierdoor op mijn hoofd klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!